Moet je kijken, wij zijn nu in het supermooie Zuid-Limburg gearriveerd. Zuid-Limburg. Schitterend. Zo zeggen zij dat, hè? Zuid-Limburg? Ze vragen alles. Ik heb wel zin om te poepen. En vlaai. En vlaai. Hoe noem je dat ding? Multi. Fly. Oh my god. Wauw. Hoe heet dit plekje nou waar we nou zijn? Dit heet het... Mountainbike Heuvelland. Ik weet niet of je al een keer geweest bent, Heuvelland. Is dat een pretpark? Nee, het Heuvelland. Kom op zeg, heel Limburg. Het Heuvelland, dat is gewoon het zuiden van Limburg. En dat is gewoon prachtige routes kun je daar rijden. Ja, we zijn heel erg dicht in de buurt bij het 3 landenpunt. Bij Baal. Alleen parkeren was daar 2 euro. En dus... Multiplaar rijders zijn niet rijk. Nee, helaas. Je hebt nooit geen geld, kankerboef. Dus daar, bij die toren. Dat kun je nou niet zien. Oh ja, inderdaad, ja. Dat is wel waar. Dit is een Fiat Multipla 1.6 SX. Seks, ja. Komt uit 1999. Machtig. Hij weegt 1275 kilo. 12,6 van de 0-100. Echt? Ja. Ze voelt het niet, hoor. Het voelt sneller. Ja, maar dat komt vanwege de weight saving en de aerodynamica. Dikke sporen nog, ja. Die helpen. En ja, de ultrasofts, hè. Zo. Hallo. Waar zit je ver van mij af? Ja, sorry. Ik moet ons hier zitten. Er zit een stoel tussen ons, man. Kom ons hier zitten. Nee. Ik heb Fiat over nagedacht. Ja. Nou, eigenlijk wil ik hier gaan zitten om te rijden. In het midden gaan rijden, net zoals bij een McLaren F1. Dat is niet zo'n goed idee. Ik ga het toch proberen, zeg. Oké, we gaan hem starten. Hij loopt. Ish. Klinkt hij goed? Ja. What the fuck? Je was aan het rem. What the fuck? Jij zit daar. Lijkt wel een fucking... Oh, wat hebben we dan meer? Die Aston Martins. Dat is zo... Dat was de vraag ook. Moet je hem aandoen, maar dan wel naar beneden, anders kun je niet uitstappen. Okay. Deze is er niet. Ja. Deze is gewoon zo hoog dat je gewoon... Wow! Je moet dicht 30 centimeter bewegen met dat ding. Ook, zeg maar, normaal aantrekken, dan staat hij helemaal in zijn handrem. Weet je, moet echt helemaal omhoog trekken. Dit is een bontere hand. Die moet je trouwens zien, jongen. Okay, dan ga je lakken. Wat? Wat doe je? Hoe fuck? Echt jongen, ik reed net en ik zag jou dat doen. En toen dacht ik, huh? En toen keek ik en toen zag ik jou lachen. Dat ding is ruim! Ik kom niet meer bij, ik kom echt niet meer bij, jongen. Ik heb bijna nooit zoals je lachen. Ik heb nooit zoals lachen in mijn leven. Ik kom echt niet meer bij, echt. Ik voel het zo verschrikkelijk mooi. We moeten kijken hoe vakje dat ding heeft. Hier, één vakje. Met inderdaad sigaretten aansteker dinges. Hier nog een vakje. Hier zit een lampenzetje in. Dan heb je hier nog een vakje met nog een aansteker. Nog een vak. Met nog een aansteker. Oh ja. En dan heb je achter in de koffer, dat kun je nou niet zien, nog een aansteker. Er zitten dus 4 stroomaansluitingen in deze auto. En cupholders? Ja. Hier, dit valt toch mee? Voel mij echt superman. Voel mij echt zo'n alsof ik zo vlieg zo. Valt mij niet tegen deze auto, man. Ik ben een beetje verliefd aan het raken, denk ik. Nee. Hij is echt vlot! Ja, ik reed omhoog, hè? Hier, dit gaat best wel ver omhoog. Ja, echt, dit is raar! Ik ben gewend. Wij zijn al een klein pookje gewend, hè? Ja. En de auto ook. Bodyroll? Dat heb ik nog nooit meegemaakt! De auto blijft bewegen! Oh my god! Ze hebben een nieuwe levensvorm op aarde ontdekt. Oh nee, wacht! Het is het dashboard van de Multipla. Nou, ik wil graag vervoerd worden. Vervoerd of dichtbijvoerd? Kutje. Ja, gewoon een stukje rijden denk ik dan, hè? Ja, is goed. Ik
Zal ik mijn gordel even aandoen? Ja, doe maar even. Als jij nou even je gordel aandoet? What the fuck? Dan moet je één aan de ene kant doen, zeg maar. Dat vind ik niet zo'n goed idee. Ja? Nee, die andere. Absoluut nee. De andere gordel. Oh. Twee klikkers. Zo. Die, ja, en die andere. Ja? Die moet je nu over je schoot heen halen. Oh! Ik heb nog een 3-punt school. De toerham die wij hadden ook. Echt? Ja. Nou, yes. Yes, motherfucker. Ga ik even dat ding in een andere dimensie duwen. Hier. Ja. Pick up your jacket. Pick up your jacket. Mess nog hot. Smoke trees. Zullen we zo rijden? Ja. Oh. Woe. Een Franse film, maar niet zoals je chance met Willem. Samen als ze samen willen, op een strand met blote. Je kunt ook heel makkelijk je arm hier neerleggen. Het is alleen jammer dat de ramen niet helemaal naar beneden gaan. Kijk, ja, dat is echt waarschijnlijk. Echt zonde. Ja. Hier dan, of hier en dan af. Dus ik kan niet zo lekker mijn arm door. Nee, nee, dit is gewoon echt jammer. Dit is gewoon geen rijdersauto wat dat betreft. Een familieauto. Ja, familieauto. Je kunt je ook echt overal vasthouden, hè? Ja, ook al zit de Jesus Bar. Jesus Bar. Het voelt ook een beetje alsof je in een bus rijdt of zo. Ik snap wat je bedoelt. Een beetje lekker hoog zit. Ja, hè? Wat een uitzicht ook. Ja, het is fucking hell, maat. Ik heb hem gedaan. Nee. Ik ben best hoog. Ik dacht toch eens een 2. Hoeveel toeren maken we? Daar kan ik niet in. Waarom niet? Ik heb geen doel tellen, hè? Oh. Oh, maat. Oh, wacht. Kan dat? Wat gaat erop? Stiltegebied. Ja, maar dan. Ze kennen ons niet. Oh, rustig. Die naar beneden vallen, hè? Maat. Ja, probeer maar iets anders. Nou, we zijn dus in een stiltegebied beland. En ja, we moeten stil zijn. Ik niet anders als deze. Stiltegebied! Ja. Dat is gewoon een kust. Oh my god. Ik ga er in. Het is niet hier. Ik kan net zeggen, je moet weet het. Nee, het is stil. Het is volgens mij inderdaad. Oh, nee. En jij deed. En ik dacht, ik hoorde. En dan dacht ik. Dat is. Ja. Oh, ik durf het eigenlijk niet te doen, man. Nee, doe maar. Wacht. Nee, dat kan echt niet. Nee, dat kan echt niet. Ah, stiltegebied. Dat is echt een passelijk. 3, 2, 1. Nou, op. Ik vind dat iedere Fiat Multiply die feature moet hebben, man. Ja. Nou vind je me toetig, man. Dus ik denk dat mensen die gewoon echt last van hebben. Dan hoor je dat mijlen weg. Ik vind het echt leuk. Je hoort ons allemaal zeggen, het is een stiltegebied. En dan meteen daarna... Ja. Verkeersergernis. Sommigen spreken over de verkeersmaffia, maar dat zijn zogenaamde mafkezen in het verkeer. Oh, wat heb ik aan jou een hekel? Oh, wat ben jij toch een eikel? Stiltegebied, ik kom hier op te rouwen, ja? Hoe het verkeer moet, den kapstokregel. Geen voorrang nemen, maar voorrang krijgen. Dus een heer in het verkeer. Niet ik, maar we zijn in het verkeer. Want het verkeer is van ons allemaal. Hij schrok fucking hard, dat kindje. Die zegt, wow, wat gebeurt hier? Nee, niet meer. Maar het gekke is, zo meteen gaat het niet, het gaat verder waar hij stopte. Die hebben helemaal een keer rond laten gaan. Ja, maar hij moet rond. Maar je hoort gewoon dat er een motortje is die ronddraait, die horens kiest ofzo. In het verkeer zijn we met z'n allen een société, een maatschappij. We zijn niet alleen in het verkeer, dus we zijn geen ik, maar we. En we is wij, en in de wij zijn schaapjes. En die gaan ook elkaar passeren op een nette manier. En anders grijpt de agent
de herder in, snapt u? Ja. Oh, dat is schitterend. Sippenaken hier! De sippenaken in België. Ik heb zin om je uit de sippenaken te zetten. Ga eens even naar mijn naken sippen. Ik denk dat wij erin moeten kopen. Ik ben het serieus. Echt? Ja. Maar samen? Geel. En eentje met ook deze... Maar hij doet die... Hij mist die laatste. Hij mist die toon. Ja. Turp. Ja. Onze turp. Dat het naam deze auto genomen is. Dat is hem wel. Hier zie je die camera liggen. Ja. Doe het maar even. Heet die vrienden met de snelheid van je bestelling? Wat wil je drinken? Bier! Hij wil bier! Ben je blij met de snelheid van je bestelling? Zo! Oh. Echt hè? 4 slinger turbo of zo, of niet? Vet!